Stefana, vandaag een bijzondere dag, want je doet met mensen met je een optocht. Ja. Wat wil je nog maar nodig van aanvijten? Een hele bijzondere dag voor ons. We lopen vandaag de optocht met een groep van 40 vrienden en vriendinnen uit Bolder. Samen met 40 Nieuw-Limburgers, Nieuw-Nederlanders. Jongeren tussen de 12 en 18 van allerlei landen uit de hele wereld. En we zien nu hier ons de pekjes aan en doen en ons fijn aan het maken voor de optocht van Bolder. En het is uit heel veel verschillende landen dat er kinderen zien. Ja, klopt. We hebben jongens en meisjes uit Eritrea, uit Syrië, uit Hongarije, Filipijnen, Brazilië en nog veel meer. Ja. Maar leuk dat het via de school, via dicht naar Bolder toe is gekomen. Ja, ja, ik dacht samen met een andere vriendin van mij, die ook mee op school werkt, dachten we, die leerlingen vinden het geweldig, wij vinden het geweldig en we gaan het gewoon proberen. En we hoopten, ondanks de regen vandaag, dat ze allemaal zouden komen. Maar ja, dus de woonkamer staat hartstikke vol, dus we zien nu al blij. Ik vind het wel leuk en, dat je hier ziet. Heel veel succes en heel veel plezier met allemaal die nationaliteiten in Otto van Bolder. Dankjewel, komt goed. 24 februari, de optocht van de Kook. Ze stonden opgesteld en ze gewoon vertrekken. Hey, vanaf de Veilstraat, waar heel veel publiek al achter staat. En in de Dorpstraat overal, Rie Diek, de optocht van de Kook. In 2020 gaat hij van start. Goed, de eerste wagen komt eraan. En natuurlijk met de voorzitter. En tevens ceremoniemeester. Michael Hunnekes gaat met de wagen voorop op de weg. Voor kleine groepen wagens verzoening doorkennen. En dan krijgen we hey, drum en brassband voorwaarts. Ze komen er ook natuurlijk aan. En kijken wat ze er mooi op staan. Fantastisch wie ze hier op staan. Natuurlijk, aanmelden. Dat kennen al die bij zijn club. Je kent mij komen doen. Ze bestaat inmiddels al, nou opgericht, in 54. En dan gaan ze hier ook voorbij met muziek. Gaan ze bier en deur met. Waar honderden mensen staan te wachten. Gehuurd het getrommel, want ik stond er hartstikke tussenin. Dan krijgen we nummer 3, de carnavalsvleugels. Ja, daar komen ze heren hoor. Jacqueline Steeks en Karin Dietz. Ze doen al jaren mee hier met het slippertje, met de zwaailamp als kussen. Ja, altijd fantastisch wie ze hier mee gaan. En dan zeg ik van, gewoon hier even kijken, wat bleef? Ze komt er niet even zo, hè? Ze komt er niet even. Wij dit de helft van die vleugels. Veld mij, het kost erger, hè? Oh ja, goed is maar flink goed, die carnavalvleugels. Ja, fantastisch beeld. Karin Dietz en Jacqueline. Hey, voorbij, Jacqueline Steeks. En we gaan natuurlijk kijken naar de volgende groep dadelijk. Het Koningsjete. Je hebt wij het allemaal, hè? In het kader van het Koningsjete 2019 op maart ging het mis. Maar ze hebben wel hier het geweer bezig en ze hebben ook de aanlegpool bezig. En ze gaan hier zitten boven of ze Den Haan eruit kunnen krijgen. Jawel, joh. En het is weer geluk. De mensen met het Koningsjete met groep 4. Ja, dan. Met gevoel door eigen leven hebben ze Bolder een spreuk gegeven. En Robert Willems geeft het nieuw beeld en laat het. En dan gaat het van iedereen zien. Nots op, 3 dagen, gaas erop. Oude en Bolder. Schitterend gedaan, Robert Willems. De vriendengroep ZWWK. Muziek en de sfeer zit er geweldig in. Jawel hoor, een feestje wordt al gevierd heen door de straten van Bolder. Ze gaan richting het dorp, waar de mensen Rie Diek staan. Je kent het zien, tenten zijn er gebouwd, neven de kaken van de weg. Een prachtige sfeer heen in Bolder, wat overigens gewoon droog is. En dan komt buurtvereniging De Heiheer. Ja, en kijk eens, ze bestaan
75 jaar. Op een hei, jawel. En wij anders op de tractor, nou tractor, Jort van de Kloet, met de bel vuur op. Hij leut alles zien hij. En ze bestaan al 75 jaar. Dit jaar ze gewoon dat in het vuurjaar geroerd vieren. Bloemen hebben ze bezig hier. Geweldig niet bij het Achimels wat er ooit gedeeld wordt hier. En je kent het aan de spreuken zien, hè. Alle straten die erbij huren. Het Heibloemke Berg, de Heideland, de Praatwinkel, de Bromers, de Hei. Ja, je kent het hier in één keer. De Schafel natuurlijk. En we kunnen het voorstellen. En een geweldige, grote groep heen van de Hei. Die 75 jaar bestaan, gaan vieren. In vuurjaar, groots wordt het op Hei en op de Schafel gevierd. Lopen door Ozeer. Een fantastisch feest met de mannen en de vrouwen van de Hei natuurlijk. Bloemen werden massaal uitgedeeld. Het is dadelijk zo dat iedereen wel een bluske bloemen heeft. Dus gaan we kijken wat er gaat gebeuren als ze straks Pino Ronk zien. Ja, de kersttijd gewoon dik en dik vol. Hey, we moeten hier punten scoren, hè? Ja, nou, zal ze mee gooien. Natuurlijk, ze hebben het niet al te warm. Ze stonden allemaal in hun wit sporthemdje. Maar ze doen wel mee. En dan zeg ik, chapeau hier wat hier vanwege heen. En dat is natuurlijk meisjes daarin deze keer voor iedereen de keer van de koele keer. Dan gaan we kijken naar de eerste eindzorgen. Nee, dat is niet de eerste, maar de eindzorganger komt hier. Beerboek. En Frey Jacobs duidt voor de 42e keer met en gaat het nieuw wilde. Vereerde je mij met de vrienden en ook met de kleine groepen. Nou duidt het dus alleen mij. Frey, ik ga hem eens even vragen. Leurt het even aan het publiek zien? Nee. Heeft mij niet laten kijken, maar ik ga nog afvragen. Frey, wie gaat het met de boek? Nou, een beetje van de leg af, hè? Beetje van de leg af. Te veel beer erin? Nee, een beetje beer joh, erin. Oh, beer erin, ja. Oh, goed. Hou zo. Free, gaat hij voorbij. En dan wie altijd een trio, niet weg te denken, uit de Bolders optocht. Een trio van 2010. Ja, natuurlijk, met Henk, Wiel en Anu komen ze hier voorbij. En dan gaan ze eens even kijken, ze gaan het publiek erbij betrekken. En dit is natuurlijk wat, hè. Weet je, dat cheaten op die herkte schutterie heeft natuurlijk van alles uitgedokterd, hé. Maar ze moeten eerst even weten, met ons erbij is het een weer zo, hé. Je weet het, hè, in 2000 waar ze het op de hei het cheaten. En ze komen hier voorbij, ons locatie, Zoeterbeek, trio MMX. Schitterend gedaan. En we gaan even kijken wat er gaat gebeuren. Wil? Ja. Denk je dat het binnenkort terugkomt? Ja, zeker. En dan moet het nog zo onderweg begrijpen. Ja, dat wordt aangegeven. Hoor, hè. Dus dat is een goede locatie. Zit er. Goed zo. Ja. En dan is er hier, dus de scheters zijn ook. Dus dat kunnen we allemaal goed. Goed, komt goed. Dankjewel. Ook twee mensen die niet weg te denken zien, uit de optocht. John en Tessa Roeven komen daar achterheen. Ja. De optocht. Ja. De optocht. Ah, dat hebben ze natuurlijk. Schitterend beeld ze dat doet, hè. Ja. Mooi. En dan gaan we kijken
wie hoor je de optocht op hoog niveau. Ja, ik ben benieuwd wie hoog. Tessa, wie hoog wilt je de optocht gooien? Ja, heel hoog. Een heel hoog niveau. Ja, ik denk ook, als ik dat zie, dat niveau hoog is en wat achter je vork zit, mag je ook, hè? Ja, zeker. Ja, alles maar moeig. Alles maar moeig. Ik zou zeggen, doe de stijgskerf van de moeig, dan gaan we je mijn beeld brengen. Yes. Tessa en John Roeven. De optocht moet op hoog niveau, wordt echt moeig. Corona. Ja, het is natuurlijk wilvrij besproken, hè. Het is een groep van de vrienden van Niels en Fanny Bongers. Die zitten er, hey, die is kaneerd bij. Die komen dadelijk in de aangroep. Maar het zien wel allemaal de vrienden van. En ze komen even bij, joh. Ja, prachtig goed gebeeld. Je ziet het, hè. Mondkapje, vuur, witte overal zijn. Gans afgedekt. Ze kennen daar helemaal niks mee. En ze moeten heet nog door de dorpen. Maar de wallen die ze goed laten gaan, is ook niet altijd gezonken. En Kumpuur, Basje van Bergsma. Ja, mocht er wel eens even zien, hè. Ik heb dit joh geen idee voor de optocht. De bel ervan. We gaan eens even kijken. Basje. Wil je nog misschien een idee aanbrengen van vorig jaar? Ja, daar moest ik niks aan aantrekken. Ik doe natuurlijk mee, hè? Nee, maar dan kan je een idee vastgeven. Over het buurt, dat is een tweede natuurlijk. Hè. Ik ga het doen. Ik deed dat Bosje ook een hele goede verslaggever, zo zie je. Dan zul je mij zomaar kennen vervangen. Is goed. Hey, Bas, voor jou. Gaan we samen staan, hè? Is goed. Ja, helemaal met de baal maar door. Ja, het is heel goed verbaal gedaan. Ja, en niet mis, hè, was dat. Dat moet gezag weer. De groep heet de HVB Kump. Fantastisch ook, hè. Groep nummer 22. Met de vriendengroep Kim Jansen, Fleur Smets, Gijs Smets. En die doen ook al een aantal jaren mee. In 2018 waren het de winnaars van de aanmoedigingsprijs. Ze hebben het heen voor de senior. Maar beeld dan natuurlijk een beetje sceptisch uit. Net niks. Ja, de dubbele vorst kriegen we door de dubbele vorst kriegen we lege temperaturen. Ja, dat geven ze je ook wel aan, hoor. Daarom gewoon we hier net niks. En zijn vrienden van Marieke Grubbe en ze doen voor de derde keer mee. Ja, het is gezien het, hè. De ijsberg in zich, ja, de temperaturen zijn hier. Wiet en wietje zaak. En zelf ook een beetje. Kort, maar ze dansen er wel bij. Daarom gewoon weer een opdracht door ijsculturen. Nummer 25, de dijk verleggen of verhuurgen, hult Bolder op de droegen. Dan moet staan. Dan willen Joran of ik gebrood, hè, dat in dijk de Bolder droeg moet blijven. Ja, ze weten het gewoon niet. Ik, nervengeul, de dijk verleggen naar de Rieksweg toe bijna, ze weten het niet. Ja, of nou opgehuurd moet worden of verlaagd moet worden. Wat is die voorstel? Gewoon laten liggen wat leed, opburgen een klein beetje en een mooie fietspaal langs de Maas leggen. Voor dat geld voor in de plaats van te ver. Daar hebben we nog een beetje van de natuur kunnen genieten. Juist. Goed. Hey, maar eerst alvast een zak zand. Voor als ze daar komen, kan ze hem op kunnen huren. Goed zo, dankjewel Dan. Yo.
nummer 26. Het jeugdtrio. Met die EVB natuurlijk, de ganse rol van 11. En ook de mensen die door het werk verdoen, de bestuursleden en de commissieleden. Bovenop zien we het, de jeugdprinses. In beeld, natuurlijk, gaan we erheen met de camera. Lieke Smets en Sint-Joren is er weer eens een keer een trio. Wat bestaat uit jongens en meisjes. Lieke Smets, adjunante, Tijn, kunnen ze dat zien? Zien dat? Gaan ze in beeld komen? Boldermobiel, kun voorbij uur. Ah, is natuurlijk voor iedereen wel interessant genoeg. Is hem nu richting, neem contact op met die mensen. Maar ze trekken mij door de straten en hebben er lekker muziek op zo'n. Hey, in een optocht van de Kook in 2020. Ja, ik zit bolder op de kop. Jur Rutte, kampioen. Hij gaat natuurlijk ook als eindzorganger. Ah, de pap natuurlijk bij de carnavalvereniging en de opa natuurlijk een vaste klant in de opdracht altijd geweest. Jur gaat hij door de straten heren. Kunstjes categorie. Ja, en kijk eens hier. Voetbalkietje. Het is natuurlijk van alle dagen tegenwoordig. En hij geeft dat natuurlijk prachtig goed beelden. Zijn de papa natuurlijk vast al overschrijkt, zoals geen andere in Boden. Erik genoemd. En Paul Vestjes, kumpie over. Nou, zeg joh, ken ik de zomer eindelijk weer voetbalkietje. We weten het allemaal, hè. Nederlands team heeft zich jarenlang niet geplaatst. En hij gaat even mee. En natuurlijk in de televisie. De voetbal erin hangen. Goed hoe gebeeld. Met dit stikstoflijn weren ons Poolse boeren een antieke zeldzaamheid. Ah, we weten het allemaal. Die boeren werden toch allemaal goed gekocht met het stikstofbeleid. En dan hoor je ook geen boeren meer over. Het wordt een zeldzaamheid in Boulder. En ze wilden dat hij fantastisch doet. En deze vriendengroep heeft ook jongen en dan op nog mij. En gehuurd de muziek, misschien wel door mijn geer. Ja, dat gaat weer. Maar goed gebeeld, hey, de boeren, ja, het wilde zelfs een beetje. Ook in Boulder moeten de boeren er misschien wel in geloven. En werden ze misschien nog wel goed gekocht en moeten ze uit een lange veertje gaan tappen. Super! Dat is heel veel plezier, hoor. Er staat ook op de borden, daar ben je nog maar gelezen. De viel al een plezier. Zwemmen wij door de optocht hier. En samen zitten ze 6 dames. Ja, dat is natuurlijk ook goed zongelijk, hè. Dat de dames alleen mij doen. Maar wel goed uitgebeeld. En ze zullen dadelijk heus nog wel een dansje voor ons hier gaan maken. Ons Boulders ventje laat zich zien. Patrick Bergma was twin prins in 2009. Dat ongeveer voor de 30ste keer mij in de optocht. Ah, en Kiemann zei, hij zegt de mensen wel, hè. Een ventje en de eindzorganger. Kiemann wordt er allemaal op zien. Papieren zo'n. Heb je mij zien staan in het vastelovenskrantje? Hij beschreef het zelf, hè. Hij heeft dat vergroeid. En hij gaat iedereen
de zegen geven. Jawel, we gaan hem eens kijken wie hem afgeeft. Patrick, de pot met zegeningen hoort leeg? Ja, ja, bijna. Oh, ik heb bijvulling bij me dus. Wat is bijvulling bij me? Je kent ze de achterhoornig een beetje zegenen? Ja, dat lukt wel. Ja, maar tenminste wel in deze tijd wat gezegend weer. Ja, vooral met dat weer wat we nu hebben. Hè. We willen een goede zegening van weer hebben eigenlijk. Hè. Dankjewel. Jo. Goed, in een bijzondere groep, Bolder, 75 jaar bevrijd, komen hier voorbij en lopen hier toch met zo'n klein 100 man mee. En van die 100 zien er ook een dikke 40 bij die niet uit Bolder komen. Die komen van Boete, Peel en Maas zelfs, komen als deelnemer in de school in Venlo, komen ze hier mee doen. En als ik je vertel dat de deelnemers komen uit Syrië, Eritrea, Sudan, Slowakije, Marokko, Irak, Thailand, Mexico, de Filipijnen, Brazilië, Roemenië, Portugal, Iran, Palestina en ook Curaçao. En dan komen ze hier mee doen met de vriendengroep van Niels en Fana Bongers, Onger Angeren. En komen hier, we gaan dadelijk kijken wie het er afgeeft. We gaan dadelijk kijken of we de lijst van de Sjoel te pakken kunnen krijgen, Urgent. Of we Joyce erbij kunnen betrekken. Lekker dansen, boven even. Lekker? Lekker? Ja, ja. Nog altijd weer maar. Even stoppen. Ja, ik moet even op die zoontje gaan. Lukt me dan nog schijf. Wat doen we ze blijven gooien? Zon. Je moet even binnen gooien. Je moet even wachten. Goed, gaan we door. Wie gaat in de optocht? Goed, heel gezellig. Wat is gezellig? Ja, met de ganse groep en je feest. Ja, en allemaal die Boetelandse kinderen erbij? Ja, dat die gaat er ook mee, hè? Die gaat er ook mee. Ja. Goed zo, trek langzaam door. Doe. De vrienden van Fana Bongers en natuurlijk diegenen die bij haar op de school zitten, komen voorbij en dan een klein stukje. En dan komen ze voorbij. Ze hebben nog nooit in een vastelovend meegemaakt. Ze hebben nog nooit geweten dat vrijheid iets is wat bij ons automatisch is, wat bij ons een gegeven is. Nee, vrijheid. Ze gaan het hier ook meemaken. Trekken hier samen door de Poolse stroten. En ik heb je net genoemd waar ze allemaal vanaf komen. En wat een vier voor haar om hier in Boulder mee te mogen doen. En de optocht. En dat is natuurlijk iets fantastisch dat ze hier als Boetelandse kinger hier in Limburg terecht zijn gekomen. En ze gewoon hier meedoen en de optocht. En we gaan aan Joyce vragen wie het geit met haar. Wie geit het, Joyce? Het geit fantastisch. Dit is alles wat we boeien. Dit is het gevoel van vastelovend. We lopen even door. Gewoon kijken. Goed is Stijn Henkel. We gaan even kijken, Joyce. Dit is wat ze moois. Maar begrepen die kinderen al een beetje worden vergeet? De kisten vastelovend alleen maar begrepen door het mij te maken. En ik denk dat dat precies is wat ze nou in doen zien. Met door de bol zorgen, met de vrijheid genieten. Zeker. Met allemaal samen. Iedereen samen, iedereen is gelijk en iedereen geniet van deze schoenen vastelovend. Goed zo. Dankjewel. Dankjewel. Je moet er even kijken. Nummer 36, de vriendengroep van natuurlijk de mensen die hier stonden en die jaren mij doen. Luc van Eeuwen, Rick Goers, Rick Smaats. Natuurlijk is het ook en fantastisch. Door de vastnorm loog de bouwplaat. Nu hebben we
Nou, we hebben stoorn, nou, nou hebben we het stoorn in het roet en de rente moet niet omhoog. Zie, gewoon even bij met Tjurker en een zank. Ja, allemaal met de stikstof te maken. Ze hebben plat gelegen, ze hebben stilgelegen. En nou moeten ze weer gewoon. Dat kan ze doen. Luc? Met het gebouw en met de stikstof en alles. Ja, we zien dat we het werk bekennen op Hattenau. Maar ja, we hebben een tijd stilgelegen. Hè, dus, en ik denk alleen een probleem op mijn beer. Dus, maar... Al met al heeft het toch wel het geld gekozen en gelukkig kennen we nu wel weer. Dus, Ik wil zeggen, bouw rustig weer, het stikstofprobleem wordt opgelost. Zeker, doen we jou. De fanfare, voetballer, natuurlijk ook. Bij de optocht betrokken uur. Ja, ik kan niet missen. Maar ik heb al 165 jaar schoenen muziek. En lopen ieder jaar heen mee door de Bolense optocht. Veel zit er? Tuurlijk, maar ze kleiden die ook in de stoet meeloopt. En gehuurd het. Goeie muziek heen in de Bolense stroten door de muziekkorpsen. Je ziet natuurlijk ook komen, hè? De nester van Duitsergangers in Boulder, Jan van Poop, prins in 1964. Jan, kent ze het wel tjoen hoor je? Nou, ik kreeg van alles aangeleverd wat je niet hebt geteld, hè. Oh, dat ga je dadelijk niet, dat ga je niet in de zak dadelijk bijvoorbeeld? Nee, dat ga je toch niet in, nee. Maar er is toch wel onderwegens een puntje ergens voor ze hem leeg kunnen maken, of niet? Ja, bij de dokterspost, daar staan we in de drugsbak. Oh, zo wie moet het nog van mij? Dat moet je mee gewoon, ja. Jan, hoor je tjoen. Doe niet. Nog een jubilaris, de heer Kump. Het stikstofcrisis. Ja, we weten het natuurlijk allemaal, hè. Jubilaris en Wim Paard uit voor de 33ste keer mei in de optocht. Deed dat nog wel eens met Jos Hutjes en zijn vrouw. Heel dat ook nog dukker. Met zijn vrouw alleen de optocht meegelopen. Maar toch alweer een aantal jaren. Echt, hey. Als eindelijk afvaartsen. En kijk eens wat er steekt hier. Hè. Door het stofheer. En door beeld het toch ook mee goed bij. Dat de stikstofcrisis eigenlijk wel een beetje voorbij mag zien. Wim Paar. Wim. En heb je geit nog? Nee, je geit goed nog. Ja, je geit er nog goed op neer. Ja, die geit er goed op neer. Kijk maar zo. Kijk eens door. Ja, dat is weer prachtig voor elkaar gekregen, hè? Ja, en het stikstof op zich, dat is van de weg af, hè? Dat is van de weg af. Ja, laat dat misschien maar rijden. Jo! Wimpaar. En ik kom eens hier, hè? Het intelligente trio. Dremel, Einstein, en we kennen ze toch allemaal, hè? Len, de eerste,
van de ooieren, voorzichtig gezegd. Piet de adjudant en ook Ju de adjudant. Die Ju nog anders mee als eindselganger. Oh, we hebben even pauze. Lut, Leute, zie je weg. Dat moet natuurlijk wel in beer. Maar ze zitten in het allemaal. Ik weet, ze zitten een beetje wel het doorlopen. Maar prachtig goed gebeeld. Door het ooieren trio van Boulder. Door de straten van Boulder. Alles in begrip? Ja, natuurlijk. Hè. We zijn wel wat ooier. Het nakomelingen van Einstein. Einstein. Samen ongeveer even intelligent opgeteld. Hè. En we brengen het motto in: nooit te oud om de jong te vullen. En we hopen dat ook ooier dat achter de granium zoet komen en mee gaan doen. Niet alleen heen mee, iedereen heeft nou zijn eigen capaciteit. En dat willen we uitbeelden. Gangt het publiek tegemoet, want er staan nog duizenden. Natuurlijk wel in, hè. Gewoon even kijken. Ik zie een nummer, dat heet een bijgevoegd nummer, 43. En ik heb alleen rode, gele en groene stikstof. Ja, dat is natuurlijk ook goed uitgebeeld, hè. Op een nijmachine ook alleen de kleuren, rood, geel en groen. En ook de vlag erop en ook de bonnen. Prachtig gedaan, hè. En dat moet je wel zien nu. Groene ment. Super. Een boel gedichte route komt er aan in Boulder. Ja, uitgebeeld door het trio van het vorig jaar. Erik Vestje, Frank Gement en Leon Kriene. Leut Heestoon, waar alles opgeplekt begweren. Alles wat in Boulder te zien is, wat kunst is en wat cultuur kan zien, mag overal neergezet worden. En daar komt dan een route van. En ja, die gaan ze waarschijnlijk maken. Ik zal ergens gaan vragen of dat zo is. Dag Erik. Jo. Erik, gaat je de route ook straks aanleggen of uitzetten? En heb je genoeg materiaal in Boulder? Laten we kijken wat er in Boulder is. We hebben een aantal mooie gedichten gemaakt, joh. We de schroeven zijn vergeten, dus morgen komen we terug te hangen. Op. We zien ze nu even de route uitstippelen, waar ze daar komen te hangen. Dus, komt goed. Ja, dat is je vanmorgen dag. Dat is zeker vanmorgen dag. Goed zo. Jij ook niet naar verwacht van een uur. Het trio van het vorig jaar. Dankjewel. Ja. Ze stippelen nou de route uit, je hebt het net gehuurd, de schroeven zijn ze vergeten. Maar als ze de route maar verzeest, dan kent ze in ieder geval ook wat op gaan hangen, dan kent ze wat gewoon plaatsen. Hier gaan ze heer door de straten van Boulder. In de komende uur, de Boerwolf van 2020. De openbare omnibusschool die dit organiseert en ze doen in de optocht meijuur. En we zullen eens een klein beetje op uur gooien. Weer dag allemaal B-lub en weer dan meijgeiduur. Heel veel mensen doen er mij. En er weer een buntjesoet gedeeld. En het is ook allemaal voor morgen dat we er morgen bij moeten zien. Hé, hey, in de dorpen, in de straten van Boulder. De omnibus heeft dit jaar opnieuw die boerenboelof opgepakt. En gaat hier morgen een groot geweldig feest bouwen in Boulder. En nou, nog in ieder geval terug. Regen zin ik te achteraan komen. Dus moeten we hier door her. En hier komen ze allemaal heen hoor. En ik ga nu dadelijk wel wat voor zeggen. Weer er allemaal in het gezelschap. Nou, de broed en de broedgom. En ze hebben er twee, hè. Ze hebben ook een jeugd, broed en broedgom. En de namen, als we dadelijk weer zien, want ze lopen met meer dan 100 mensen ergens mee. Gaan we kijken of we die wel kunnen vingen hier. Maar dan moet er dan nog zoveel deze straat passeren. En dan hebben ze ook nog wat van die trektekjes. Waar allemaal die kinderen op zitten. Huur ze maar een stoete. Wat hebben ze dan weer? En besteed. En wat hebben ze het moe gemaakt? En wat geven ze Boulder dan mij? Om niet een geweldige boerenboelof. En hier komen ze hier, hoor. Ja, dan gewoon je naam, maar eigenlijk nummer nu. Ja, ja. En Nick Verkoelen. Ja, dat is uit te ballen. Met de juf. Ja,
met de juf Maud Pieters. Ja, ze gaan door zo'n broertje. Geweldig. Maud en die gewoon even, ja, hij komt de jeugd hier. En dat is ook niet misselijk. Kim maar zien, meneer Kim. Laat kielen en staan gubbels. Hey, gaan ze voorbij. Een jeugd boerenbroedspaar. Super, en morgen wordt er opnieuw een groot feest in Boulder gevierd. En de mensen komen nog maar steeds bij hier. Komen ze allemaal, de kinderen er allemaal bij. En allemaal onder de boog komen die met hey de straten van Boulder door. En morgen naar Gent, ik zeg het al. Maar we zien dat hier aan het einde nu. Heel veel wordt er gezongen, heel veel wordt er gezwaaid. De kinderen doen allemaal mee. En dat wordt gevierd, ja, door groot en klein. Het wordt hier gezongen. Super wat de mensen van de Omnibus hier samen allemaal voor elkaar gekregen hebben. Ja, en dan gaan we morgen nog een keer allemaal moeten zien. Ja, ja. En we huren al genoeg gezang en getoeter. Hey van de Omnibus. Hey komen de allerlaatste aan. Meer als 100 zien er hey door de sloten van Boulder getrokken. En natuurlijk, de broedspaar, die moet natuurlijk ook mee. Hè? Want die moet morgen ergens toch aangesneden worden. De boerenboelef van de Omnibus. Ja? Kom eens her. En gehuurd natuurlijk, hè. Met onze gabber prins Rob. Hakken we non-stop. Ja, dan was het maar goed lezen nu wat erop staat. Maar ze komen wel voorbij hier. En natuurlijk, de prins is de gabber van de brankweer. Ze trekken hier door de Boolse sloten met de brankerwagen. En natuurlijk, alles wat brankweer is en waar iets met brankweer te maken heeft, lup, hey, in ieder geval met achter de wagen aan. En de brandweer, ja, of leverantie. Alle drie mensen van het trio bij de brandweer. En het lijkt wel of dat ze de wagen vandaag tot duwen, maar ik hoop dat niet dat het de broek is als er echt brand is. Hoop ik toch dat er wel op. Alle dames en alle heren wat met de brandweer te maken heeft, aansluiten en mij lopen en veel vieren. Hey, met deze prins, die hebben we achter de verte al aan zien komen. En nog jongen van mij haak, hè? Oh my god, wat een verbazing! Hakken! Yeah! Nee, joh, dat kent nog het wat. Ja, hey, drie jongeren, Niels, Stan en Teun, hè? Hebben wij ons laatste kroet verschoten. Ja, ze zijn ook bezig met het cheaten. En ze hebben hier natuurlijk in het gebied waar ze niet mogen cheaten, maar ze hebben de pieden klaarstaan en het kroetbusje erbij. Hè? Ja, ze cheaten het kroet ook weg, Henk. Dat hebben ze goed bekeken. En ja, de pieden. Hebben jij ons laatste kroet verschoten? Ja, daar is niet meer mee te cheaten, want die pieden, daar zit geen kroet meer in natuurlijk. Hè? Nee, er zit niks meer in. Gewoon goed gebeeld. De laatste kroet verschoten. Wij mogen naar de piepen dansen. Gisteren ook een hoop lief mee getrokken. Ze moeten de schoorstenen goed toenooien. Want het moet natuurlijk allemaal schoen zien. En naar de piepen, die ook zwaar zien natuurlijk, daar moeten ze dan maar naar dansen. Muziek hebben ze aanstaan. En de vijgers hier achter ook erbij. Thank you.
als trio. Rob de Nierste en Danny en Roy, de adjudanten. Hier komen ze een uur door de straat van Balen. Hey, door voor de Meert, naar de Hoerstraat. En ja, mensen, oi, 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 wat zonder vuur en Balen. Wat zien ze? Toch allemaal vanaf gekomen. En ik wil of dat Limburg naar Balen is gekomen. En een geweldige optocht en ook ontzettend veel publiek. Hey, in ieder geval. En ja, ik zie erboven dat ze nog wat moeten drinken. Willen ze de achterhalers erbij houden? Ja, we zullen hier de wagen opkomen. Maar het gaat zo heel een manier. Dat moeten we even kijken. Dat ze niet op onze camera groeien. Nee, dat hoeft nog ook wel niet. En ze gewoon hier voorbij. De optocht van de kook in Balen. Gaat hier in ieder geval als laatste wagen met Prins Rob. De eerste, hey, door de straten van Balen. Goed, een prachtige optocht, hey, met de Einzelgangers, met de grote groepen. Met de prinses van de jeugdprins en de prins van de grote prins. Maar dat is zomaar allemaal te doen. Iedereen ziet het natuurlijk niet, waar we een film zien. Maar dan kunnen we wel zeggen dat het een fantastische optocht was. Met de Einzelgangers, de groepen, de kleierdraag. En dan zeg ik, het begint net met de moezelen. We hebben het in Balen teruggegooid. Een prachtige optocht in 2020. Hey, in Kokerijk.